Hallo lieve mensen, leuk dat jullie weer kijken naar mijn kanaal. Welkom, ook voor de nieuwe kijkers en de nieuwe abonnees. Hartstikke leuk dat jullie erbij zijn gekomen. Ik ga vandaag een algemene legging doen, dus we gaan heel even kijken waar de energie naartoe gaat. Ik ga dadelijk zoals altijd eerst twee energiekaartjes voor de algehele energie trekken, waar deze reading over gaat. En vanuit daar gaan we even kijken wat het verder mag brengen voor jullie. Ik ga even kijken, hier twee kaartjes van pakken. Nou, dat was snel. We hebben Sing Your Own Song. En The Abundance Universe Will Provide. The Buffalo Spirits. Oké, waar mogen wij hierover weten? Wat mag ik overbrengen op de lieve kijkers op mijn kanaal? Nou, ze willen niet meewerken. Ze zijn echt een beetje onstuimig, die kaarten. Nou, daar maak ik niet heel vaak mee dat het zo gaat. Nou, ik voel ook echt een wervelstorm aan energie in me nu in één keer. Dus misschien herken jij dat in jezelf. Heel veel energie. Te veel energie, een beetje ADHD gevoel, zeg maar. Oké. Mag ik weten? En wat mag ik weten voor deze legging? Voor de lieve kijker die nu aan het kijken zijn. Die? Oké. Eentje alsjeblieft. Zo. Oké, we hebben 10 van beker, 6 van pentakels, we hebben de 9 van staven en we hebben de 8 van staven. Doordat jij nu keuzes hebt gemaakt in het leven om je eigen pad te gaan volgen, heb jij dus de mogelijkheid om die volledigheid te voelen. Die, op emotioneel vlak merk ik dat dit stukje voornamelijk is. Jij hebt heel veel meegemaakt. Je bent hier niet zonder slag of stoot uit die strijd gekomen. Maar je hebt er heel hard voor gewerkt. Omdat jij nu op dit moment de balans hebt gevonden in jezelf. En er zal daardoor een snelle energie naar je toe komen. Of communicatie. Dit is misschien ook wel die energie wat ik voel. Die echt die... Oeh, ik wil ervoor gaan en door en door en door. Dus ja, ik merk ook dat ik daardoor anders ga praten. Maar het is een energieke persoon voor wie dit bedoeld is. Wat mag ik weten over de 10? Ja, je hebt de balans gevonden. 2 van munten. Je hoeft niet meer te wikken naar wegen, omdat je dus die balans hebt gekregen. Heb je nu ook die mogelijkheid om die stabiliteit op te gaan bouwen, een nieuw pad in te gaan? De aas van munten. Jij hebt je ideeën, vooral met betrekking tot ontplooiing van je talent of op het gebied van geldzaken. Ja, die overvloed zal er toch wel gaan komen. Ook op emotioneel vlak. Ik merk dat... De energie wil zo ontzettend snel dat ik kon gaan struikelen over woorden.
Dus dat is, ik probeer heel even mijn eigen rust weer een beetje tot me te krijgen. Dit nieuwe begin is mogelijk omdat jij je zelfbewustwording hebt gekregen. Omdat jij dus je eigen pad bent gaan volgen, je eigen lied bent gaan zingen. Mensen die hebben daardoor wel... Er zijn mensen die jou dat niet in dank af hebben genomen. Je hebt waarschijnlijk ook afscheid moeten nemen van een bepaald soort mensen. Omdat het niet meer paste in je nieuwe ik. Of ja, eigenlijk je echte ik. Maar waarschijnlijk heb je heel lang niet je eigen ik gevonden. En dat heb je nu wel. Je bent die verbinding met jezelf aangegaan. Je echte ik. Die je eigenlijk altijd wel hebt gevoeld. Maar voor een bepaalde groep is het dat je dat nooit hebt durven uiten. Je eigen mening echt hebben proberen uit te spreken. Dat er bijvoorbeeld familieleden een andere mening hadden. Ik voel ook echt dat het bijvoorbeeld bij sommigen is het... omdat ze in een bepaald geloof zitten, waren er keuzes die jij wilde maken niet in orde. Jij wilde ook niet je familie voor de kop stoten. En heb dus een heel lang in een vast patroon gezeten om je maar naar hun pijpen te laten dansen. Omdat dat volgens het geloof zo moet. Diep van binnen voelde jij dat dit zo niet moest zijn. Maar jij durfde het niet aan te gaan om deze nieuwe stappen te maken. En nu dat je dat wel hebt gedurfd, ben je heel vurig en wil je vooruit. En dat was dus ook de energie die ik net voelde. Jij hebt een nieuwe kijk op het leven gekregen. De mensen die je achteren moet laten... dat heeft jou heel veel pijn en verdriet gedaan. Maar daar komen wel nieuwe mensen voor terug op je pad. Die jou beter begrijpen. Die jou in jouw waarde laten. En die jou accepteren zoals je bent. En dat geeft veel meer voldoening voor jouzelf. Oké. Mooi. Wat mag ik weten over de 6 van de munten? Je hebt jezelf niet meer vastgezet in die illusie en die angsten om uit die situatie te stappen. Jij hebt nu de kracht gevonden en de balans om uit deze periode te stappen. Je hebt het achter je gelaten. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Daar heb je echt wel heel veel verdriet voor gehad. Je hebt heel veel maar los moeten laten. Maar de overvloed zal nu naar jouw kant kunnen komen omdat jij dus deze mooie stappen gemaakt hebt. Ja, die strijd heb je dus, je hebt een behoorlijke strijd gehad. Ook, je hebt heel lang vastgezeten ook met jezelf. Ik krijg voor sommigen ook door dat het met hun geaardheid te maken had. Dat het in hun gezin niet geaccepteerd werd. Dat ze anders geaard waren, dat ze op hetzelfde geslacht vallen. Maar ja, we weten allemaal dat een geslacht niets bepalend is voor de universele liefde die je voor een ander zou kunnen hebben. Dus opdat je nou een man bent en je valt op een man of een vrouw of je bent biseksueel, transseksueel, wat dan ook. Het gaat om de universele liefde. En er zijn heel veel mensen die dat nog niet toelaten om dat te accepteren. Jij bent daar al verder in. Je hebt nu jouw weg gevonden. Je hebt die strijd achter je gelaten. Daardoor ben je volledig in je kracht komen te staan. Je hebt de wilskracht. Je bent nu onafhankelijk van hun geworden. Je inspireert op dit moment gewoon anderen met jouw ideeën. Doordat jij deze stappen doorlopen hebt, heb jij nu bij anderen ook de ogen laten openen. En zijn hun ook in staat om deze stappen zelf in hun eigen proces te doorlopen. Omdat ze zien hoe krachtig jij bent geworden en wat dit teweeg heeft gebracht. En dat jij veel gelukkiger eruit bent gekomen. En dat willen die andere mensen ook. Ja, jouw hart is op dit moment... kom op kop. Je hebt heel veel hartzeer gehad, maar je hebt ook heel veel heling al gedaan. Op dit moment sta je in je volwaardige liefde. Heb je je hartchakra geheeld. Je hebt heel veel heling mogen doen. Dat is dus ook die strijd wat jij hebt gehad.
Dat je dus eigenlijk de liefde van je ouders, van je familie wilde voelen. Dat je gewaardeerd en gerespecteerd werd voor degene persoon wie jij werkelijk bent. En niet omdat jij een andere geaardheid hebt. Dus dit is echt een boodschap voor een specifieke groepje. Je bent er echt heel sterk doorheen aan het komen. En dat is heel knap van jou. En ik ben echt heel trots op jou dat jij deze keuze hebt durven maken. Dat je je hebt durven uiten. Omdat het levensgeluk jou alleen nog maar meer toe gaat komen. Dat je dat verdiend hebt. Omdat jij nu jouw eigen lied aan het zingen bent. Empress en de negen van bekers. Ja, die overvloed gaat naar je toe komen. Omdat jij dus nou die warme harmonie in jezelf hebt gevonden. Omdat jij die enorme groei doorlopen hebt. Je ontwikkeling. Mensen vinden je nu aardig en aantrekkelijk voor de persoon die je bent. Je hoeft je masker niet meer op te zetten en anders voor te doen als wie jij bent. Je bent nu je ware zelf. En dit heeft allemaal te maken dus dat jij je eigen pad bent gaan lopen en eigen keuzes hebt gemaakt, je hart te zeer hebt kunnen helen. Jij voelt nu die volwaardigheid al. En die overvloed zal gewoon volledig in balans blijven en naar je toe blijven komen. Dat kan snel gaan. Hele snelle energie. Omdat jij zoveel al hebt doorlopen. Ja, nou is het de kans om weer in het diepe te springen. Een nieuw begin. Je bent er ook klaar voor. Je wil dit ook. En je ziet nu ook in hoe lang jij vast hebt gezeten in dat oude patroon. Wat niet meer hoefde. Je bent eruit gestapt. Mag ik hier nog over? Overbrengen. Oh, zo. Nou, er komen wel heel veel mooie Arcana-kaarten. Doordat jij nu jouw innerlijke balans hebt gevonden, kun jij gaan manifesteren wat je wil. Jij hebt die vooruitgang geboekt. En nu sta jij in jouw kracht om die verbinding ook met een nieuwe partner aan te gaan. Je bent er ook aan toe om die verbinding aan te gaan met die persoon. Omdat jij je eigen naar binnen hebt gericht. Jij ziet de schoonheid van een ander vanuit een ander perspectief. Zoals je voorheen anders deed. Omdat dat zo opgelegd werd vanuit je cultuur of je familie of gedachten van andere mensen. Dit heb jij losgelaten. En dit is dan de vrouwelijke energie, kan natuurlijk ook andersom zijn. Je weet dat het voor jezelf passend is, dat voel je dan wel van binnen als ik dit zo vertel. Dus daar zit echt een enorme groei in. Heel mooi. Welke? Ik kreeg te horen dat ik eerst deze moest doen, dus nou, dat doen we dan maar. Ik zie trouwens dat jij deze onderste niet helemaal goed kunt zien, maar ik leg hem even daar neer. Dus het is wel zichtbaar. Welke boodschap willen jullie nog overbrengen voor de legging die ik nu heb gedaan? Voor de persoon die aan het kijken is waarvoor het bedoeld is.
Even kijken. Het boek van de veranderingen. Net zoals een mooi maar ongebruikelijke melodie, ontvouwt zich een goddelijke plan in je leven. Of schoon het niet altijd voorspelbaar is. Kwan Yin leidt je in de juiste richting. Ook al begrijp je niet helemaal wat er nu in je leven gebeurt, laat Kuan Yin je zegenen met het vertrouwen in de ontwikkeling van je eigen goddelijke pad. Dus je hebt een dubbele bevestiging van je eigen pad bewandelen. Hier staat ook weer melodie, dus ja, je krijgt alleen maar bevestigingen dat je het goed hebt gedaan, dat jij trots mag zijn op jezelf, dat je deze keuze hebt gemaakt. En heel knap van jou dat je deze keuze hebt durven maken, want als jij vastzit in een bepaald patroon van wat ook gerelateerd is aan je familie, daar wil je natuurlijk helemaal niet uit willen stappen. Maar soms moet je keuzes maken om er zelf beter van te worden, om je eigen te kunnen zijn, om je eigen waardering te hebben, je eigen connectie terug te krijgen, je eigen ik te kunnen zijn. En dat heeft allemaal tijd nodig. En misschien worden die banden uiteindelijk, als jouw familie, vrienden, kennissen zien dat jij deze keuze hebt gemaakt met een bepaalde reden, dat ze ook in gaan zien dat het op dat moment ook het beste was. En dat ze vanzelf wel weer op je pad gaan komen als het de tijd daarvoor is. Maar ga op dit moment gewoon je eigen leven leiden. Ga je geluk opzoeken. Die persoon komt naar je toe. Dus geniet ervan. Ik wil het hierbij laten. Het is een mooie boodschap voor wie het bedoeld is. Mocht je hier een berichtje over achter willen laten, privé of hier beneden het filmpje, als het met je resoneert, vind ik dat heel fijn om die bevestiging van jullie te mogen ontvangen. Volg me eventueel ook op Instagram. Daar ben ik ook bijna dagelijks actief. Post ik een dagkaartje of andere onderwerpen, als er bijvoorbeeld volle maan is of energiepoort of wat dan ook. Mijn e-mailadres staat ook beneden in het linkje, dus daar kun je ook altijd eventjes naartoe mailen als je zou willen. En ik dank jullie wel voor het kijken en ik zie jullie graag snel weer. Doei doei!